Dan kom ik bij de vraag van de heer Kenneth Taylor over de toekomstige programmatie dringende geneeskundige hulpverlening Oost-Vlaanderen. Ik dank bij deze de gouverneur die zo bereidwillig gevonden is om hierop deels schriftelijk aan u een antwoord te bezorgen. Bij deze, meneer de gouverneur, hartelijk dank. En het andere deel zal worden beantwoord namens de deputatie door gedeputeerde Hertog. Meneer Taylor, u heeft het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik had inderdaad mijn vraag gericht aan de gouverneur, maar zoals ik begrepen heb uit het schrijven dat ik ontvangen heb, moest ik ze eigenlijk richten aan de deputatie. Het was dus een vraag rond de ambulancediensten en de dringende geneeskundige hulpverlening. Dus ik had eigenlijk, om het in de termen van veiligheid te zeggen, 101 gebeld, terwijl ik 112 moest bellen. Maar wij lossen dat op, hè, meneer Taylor. Ik heb begrepen dat ik een schriftelijk antwoord ga krijgen. En het is zoals in de praktijk, als je 112 belt, kom je uiteindelijk bij 101 terecht. Dus dank u wel daarvoor. Wij zijn iedereen dankbaar om inderdaad constructieve oplossingen te zoeken, ja, ten einde u die mogelijkheid hier te bieden, meneer Taylor. Maar nu mijn vraag aan de deputatie. Het is zo dat er een studiedocument in omloop is rond de dringende geneeskundige hulpverlening, meer bepaald de indeling van de ambulanceposten in Oost-Vlaanderen. En in dat document kan men afleiden dat er eigenlijk ambulancediensten van gemeente A naar gemeente B zullen verplaatst worden. Het is zo dat die ambulancediensten eigenlijk bemand worden door vrijwilligers. Meestal is dat iets dat al jarenlang in werking is. Een vrijwilligerswerking zet men nu eenmaal niet op in 10 minuten. Dat is iets dat een historische groei heeft. En mijn vraag naar de deputatie is, wat als die ambulancediensten zouden verplaatst worden en men heeft bij die nieuwe plaatsen waar die ambulances dan terechtkomen nog geen vrijwilligers, dan is het een moeilijke taak om die vrijwilligers te gaan opleiden. En de provincie is daar verantwoordelijk voor, want zij baten Paulo uit. Dat is de school die de opleiding geeft voor alles wat met veiligheid en zo te maken heeft. En mijn vraag is, als je weet dat zo'n opleiding van een ambulancier toch wel een 7 maanden in beslag neemt. En bijvoorbeeld voor mijn gemeente gaat dat over een 20-tal ambulanciers. Is Paulo in staat om dergelijke golfbeweging die zou kunnen ontstaan ten gevolge van een studiedocument, kan Paulo die golf aan qua opleidingen van nieuwe ambulanciers? En moest dat niet het geval zijn, komt de veiligheid en de dienstverlening van onze burgers dan niet in het gedrang op het vlak van dringende geneeskundige hulp? Dank u, meneer Taylor. Dan geef ik het woord aan gedeputeerde Hertog. U heeft het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De meerderheid van de vragen die er inderdaad in stonden, die zullen beantwoord worden door de 101, heb ik begrepen. Maar de vrees voor het capaciteitstekort bij de opleidingscentra, daar heb ik navraag gedaan bij onze opleidingsdienst DGH. En die kunnen garanderen dat die opleidingen kunnen gegeven worden indien er een toegenomen vraag naar opleidingen zouden zijn door al deze verschuivingen. Dat kan door het organiseren van een extra basisopleiding of door het ontdubbelen van geplande opleidingen. Het is vandaag ook zo dat een groot aantal opleidingsplaatsen momenteel ingenomen worden door vrije studenten. Dus wanneer er echter een dringende vraag komt en er aanmeldingen komen voor de erkende diensten zoals de 100, dan krijgen die uiteraard altijd voorrang op die vrije studenten. Dus er is geen capaciteitsprobleem bij onze opleidingen indien de vraag zich zou voordoen. Dank u, meneer gedeputeerde, meneer de burgemeester. Goed, dank u.